Hallo. Niks broer, in de buurt. Tamam abi, kom goed. Hadi. Yo. Yo, Dreri, waar jij? In de buurt, man. Yo, zo even 10 minuten. Yes. Allah. Eentje voor de deur en eentje staat beneden, je kan niet meer uit je huis. Eén ding is zeker, deze mannen komen voor je kluis. Je kan vergeten om de benen te nemen, want je kan nergens heen. Maar dat zoiets kon gebeuren, brah, dat wist je vanaf dag 1. En nu klopt die aan en roept je naam. Zoveel kom naar buiten, want je kent me toch al lang. Maar je kijkt eerst door het raam. Je ziet twee mannen staan, voor je het weet staan ze bij je binnen. Ze komen geld en wat wits innen. En je schreeuwt nog niet daaraan zitten. Maar die man, hij lacht je uit en zegt: jongen, doe maar aangifte. Maar dat kan je niet, nee. En nu zit je op de blaren. Ga jezelf vragen, hoe is het nou gekomen dat ze komen voor je knaken? Zaken doen met mensen die te veel praten. Dan krijg je dit soort dingen, man. Wees eerlijk en oprecht. En als je iets vandaag hebt, dan is het morgen misschien weg. Het gaat allemaal om geld en respect. Wees trouw en kijk uit met wat je zegt. Met wat je zegt. Wees eerlijk en oprecht. En als je iets vandaag hebt, dan is het morgen misschien weg. Het gaat allemaal om geld en respect. Wees trouw en kijk uit met wat je zegt. Een paar snitjes kunnen je leven gaan veranderen. Je hebt het nu niet in je handen, hè. Doe je shit, hey man, ze geven ze geen kans. En hou geheim waar je vandaan komt. Er is vast wel iemand die het weet, maar misschien iemand die nu ziet dat je draait. Misschien een van je beste matties die je naait. Misschien je extra's, no bitch, luister goed naar wat ik zeg. Het kan van alles zijn, maar dat weet je niet. Het geeft ook niet, want nu ben je alles kwijt. Nu zijn die mannen weg, je ziet ze weggaan in een golf 6. Maar wie rijdt zo heen? Sukkel, die is net gehuurd. Je vroeger zelf om, want toen de tijd speelde je met vuur. Alles wat je had was duur, daarom kwamen mannen langs. Toen ze er waren was je even bang. Want er is niemand die die kogel voor je vangt. Want er is niemand die die kogel voor je vangt. Wees eerlijk en oprecht. En als je iets vandaag hebt, dan is het morgen misschien weg. Het gaat allemaal om geld en respect. Wees trouw en kijk uit met wat je zegt. Wees eerlijk en oprecht. En als je iets vandaag hebt, dan is het morgen misschien weg. Het gaat allemaal om geld en respect. Wees trouw en kijk uit met wat je zegt. Eén ding is gebleken, hè. In deze tijden kan je op niemand gaan rekenen. Eerst ga je vertrouwen, daarna breekt hij je. Eerst eet je met hem, daarna eet hij je. Tot er niks meer overblijft. Wanneer kan dit over zijn? Pas als je je overgeeft. Maar er is altijd wel iemand die je plek dan overneemt. Wie kon het zijn daar bij jou binnen? En wie waren die gasten die jou die dag kwamen rippen? Wees eerlijk en oprecht. En als je iets vandaag hebt, dan is het morgen misschien weg. Het gaat allemaal om geld en respect. Wees trouw en kijk uit met wat je zegt. Wees eerlijk en oprecht. En als je iets vandaag hebt, dan is het morgen misschien weg. Het gaat allemaal om geld en respect. Wees trouw en kijk uit met wat je zegt. Je doet er alles aan. Wie zijn die gasten waar vandaan? En wie heeft ze gestuurd? En wie heeft ze getipt? Je kan er niks aan doen, Amati, je bent geript. Je dacht je ex, want het was een hoertje. Maar wat je niet verwacht, dat is je eigen broertje. Het is je eigen broertje, het is je eigen broertje.